Je kunt het dak op tijdens de dakendagen in Rotterdam. En iedereen weet dat je natuurlijk kunt genieten van het uitzicht over de stad vanuit verschillende locaties. Maar het is ook altijd gecombineerd met gekkigheid. Zoals hier op het parkeerdek van Hudson's Bay. Het idee is om door je doolhof naar een uitzichtpunt te gaan en eens op een andere manier naar de stad te kijken. Je ziet de stad weer vanaf een hele andere kant. Maar ik was hier gisteravond en toen zag ik alleen al dat bamboe staan. Dat vond ik al zo absurd. Dat ik dacht, ja, dit klopt wel heel erg bij de daken daar. Ja, het is toch wel een beleving hoor, om zomaar op een van de daken van de lijnbaanflats in het centrum van Rotterdam te staan. En ook hier hebben ze weer een ludiek idee. De komende twee dagen, op zaterdag en zondag, is iedereen welkom om hier op het dak van het uitzicht te genieten in de ballenbak. Ja, op vrijdagavond en zaterdagavond zijn er hele bijzondere voorstellingen. Drie jongleurs samen met een beeldend kunstenaar. Het is een voorstelling die gaat over codes en hoe codes de maatschappij beïnvloeden. Dus modern circus. Ja. En als je de dakendagen gaat doen met je vrienden of vriendinnen en je wil een beetje leuk thuiskomen, dan sluit je af bij de Westblaak parkeergarage aan de Hartmanstraat. Neem je een bloemetje mee voor je lief. De hele parkeergarage komt vol te staan met mooie bloemen en planten die geschikt zijn voor je dak of balkon. En we hebben winkelwagentjes en mandjes, dus je kan echt de supermarkt, je kan gewoon hier rondlopen en lekker uitzoeken wat je wil hebben. We hebben ook deskundigen rondlopen, mensen die er echt verstand van hebben. Dus als je advies nodig hebt van ik heb heel weinig zon, ik heb alleen maar schaduw of het waait heel hard op mijn balkon, dan kunnen zij je helpen met de geschikte planten uitzoeken. Daar hebben we een leuk systeem voor, je kan ze opbellen, zeg maar. En we hebben een lekker zondek, we verkopen ijsjes. Ja, genoeg te doen hier, denk ik.